kousen gaan kopen. Maar ja, dat zijn ze niet bijna mijn voet. Oh, arme foef. Jij kan wel een beetje lekker met je been, toch? Ja. Oeh, oh, deze gaat opstijgen. Cargo. Het vervoer van pakjes en dat soort dingen. Volgens mij. We hebben even koffie gehaald. Taxi is er zo. Helemaal gaar. Maar we gaan opblijven. We gaan echt opblijven. En vanavond vroeg naar bed. En we zijn thuis. Hallo Manie. Hallo Maniesje. Hallo Siempje. Hallo. Kijk eens wie daar met ja. Oh, wat is dat voor mooie tukje dat daar ligt ook. Hi. Zijn jullie net wakker, kindertjes? Allemaal fluffjes kieken uit mijn gekke zin. Hi. Hebben jullie nog gespeeld hier? Manies? Ben je blij, Manies? Normaal negeert ze ons, maar ze is wel heel blij dat we er zijn. Ja. Hé, hey, lievertje. Ja, maar dat komt nog wel. Ze gaat ons straks ineens negeren en jij gaat, hij haalt altijd één keer uit. En dat duurt dan, nu nog niet, nu is hij nog te blij. Maar zometeen, ik denk binnen een uur, krijg ik ineens een gemene mini-aanval van hem. Ik voel hem al aan hoe hij nu doet. Zo van, ja, ik begin me even te beseffen dat je ons wel heel erg lang alleen hebt gelaten. Hey, lieverd. Ben je blij? Hé? Kijk, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Ah! Oh. Ik heb hier eten. Dit is, mijn moeder heeft dit gemaakt. Heel lekker. Lekker borst. En ik heb hier wat tempeh in de koekenpan gedaan. En dan voor ons allebei. Dan doen we er even iets van een saus erbij. En dit is dan avondeten, want het is inmiddels al 8 uur 's avonds. Wij hebben een mok in Las Vegas gekocht van Starbucks. En ik denk dus dat dit op warmte werkt. Hoef je ze niet mee. Ze zat Las Vegas, maar het is zo onduidelijk. Laten we het gewoon proberen. Nee, er gebeurt niks. Het is gewoon Las Vegas, maar heel onduidelijk. Helaas. Het is inmiddels 22:30 s'avonds. Wij zijn opgebleven, ondanks dat het nu voelt alsof het zeg maar lunchtijd is. En eigenlijk, kijk, we waren in dat vliegtuig, hebben we niet zo heel veel geslapen allebei. En eigenlijk was het beste om daar gewoon non-stop te slapen. Maar ja, als het niet kan, dan kan het niet, weet je, door jetlag. Dus we hebben wel wat geslapen. Ik denk dat ik 4 uurtjes heb geslapen. Vervolgens kwamen we aan in Nederland. Was het ochtend en dan in Amerika tijd om naar bed te gaan. Dus we hebben het echt doorgetrokken. En nu is het dus 10:37. En ja, we moeten zo gaan slapen. Zullen we om 11 gaan slapen? Oké. Dat is over 5 uur. Een half uur of zo? Wat? Is dat over een half uur of zo? Zoiets. In ieder geval, als jij die vlog hebt, dan ga ik hem checken en dan daarna slapen. Ja. En dan hopelijk worden we morgenochtend wakker. Normale tijd. Ik ga weer zo'n hele handige to-do-list pagina maken. Kijk, dat heb ik hier ook gedaan. Voor de honeymoon. Daar heb ik gewoon dit allemaal overgeplakt en nieuwe dingen gemaakt. Dat heb ik nu dus weer. Dus to-do. Eigenlijk, we hebben zeg maar... Morgen en overmorgen om 7:00 ochtends vliegen we een week naar Siget. Dus we moeten nu een beetje doorwerken en dingetjes die we thuis kunnen doen, thuis doen. Vlog zetten, morgen een video opnemen voor allebei onze kanalen. En qua inpakken is het wel makkelijk, want ik denk ik haal een paar dingen eruit, een paar dingen erbij. En opnieuw inpakken. Oké, ik heb dit gemaakt en ik heb gelijk een inpaklijst voor later gemaakt met... In mijn hoofd wat ik nu allemaal wel en niet mee had. En wat ik handig vond. Dus gewoon een losse pagina met inpaklijst vakantie. Dan kan ik dat vanaf nu gewoon hiermee gaan doen. Vlog is door Foefje nu geraw cut. Dus ik ga verder editen. De enige snacks die we mee hebben uit Amerika. Dit. Dat zijn die snoepjes. Ik heb dus gezien dat er ASMR video's zijn waar mensen met dit in hun mond praten. Ik weet niet of jullie dat iets vinden. Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet denken. Ik vind, ik ben niet de broerste die mijn mukbangs met mijn mond vol praten, zeg maar. Maar, ik weet niet. Is het ASMR of niet? Misschien moet je fluisterend doen of zo. I don't know. Nou, maar weten, dan bewaar ik er even een paar voor een mogelijke video. Maar goed, nu even editen.
Ben klaar met editen. Het is middernacht. Trouwens, we hebben nog 3, eigenlijk 4, maar eentje een stuk drinkbekers, glazen mee uit Amerika. Deze hadden we dus 2 keer. Dit was van Wahlburgers. En dat was letterlijk, je bestelde gewoon eten. Je kreeg dit erbij om uit te drinken. Die mocht je mee naar huis nemen. Dus daar hebben we er allebei eentje van. Nou, eentje stuk, dus eentje over. En bij Bubblegum weer. En deze heb ik, die is echt super cool. Die was neon. En er staat ook echt Las Vegas en neon als in de kleuren van het logo. We gaan natuurlijk altijd naar Bubblegum. Dit is ook echt glas. En deze had Foof. Dit is een soort van shake cocktailbeker. Dat is natuurlijk helemaal zijn ding om cocktails te maken. Dus sipplek. Oké, ik ga de vlog afsluiten. Ik ben helemaal klaar wakker. Ik hoop echt oprecht, het is nu 1:30, dat ik gewoon zo meteen in slaap val. Vanmorgen wakker worden, niks aan de hand. Maar ik vrees voor het ergste. Overmorgen vliegen we om 7:00 ochtends. Goed, nou dat wordt wat. En goed. Oké. Welterusten, bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen weer. Oh, en ik hoop dat jullie de honeymoon vlogs leuk vonden. Bedankt allemaal voor jullie comments. Ik weet het, ze waren allemaal erg lang, maar het is voor ons natuurlijk ook een bijzondere herinnering. En weet je, dat is ook een reden waarom we heel veel filmen en vastleggen. En heel veel die zeiden van, ja, ik zou juist niet vloggen, weet je wel. Zodat het niet, zeg maar, tussen jullie blijft. Maar hoe leuk dat we deze herinneringen allemaal filmen hebben. En ik zou eerder, zeg maar, niet vloggen als ik bijvoorbeeld wist dat ik een tijdje echt helemaal niks zou doen. En echt gewoon super saai, elke dag boring. Soms heb je van die periodes. Dat zou dan eerder zoiets zijn van, oké, dan vlog ik even niet of zo, whatever. Maar dit was juist van, oh, dat wil ik gewoon op film. En ik vind het zo leuk dat jullie het allemaal zo leuk vonden. Dus bedankt voor al jullie reacties en berichtjes en comments en... ja, doet me goed. Doet ons goed. En we hebben er enorm van genoten. Goed, oké, ga maar echt afsluiten. Welterusten, bedankt voor het kijken. En tot morgen. Bye bye.